U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag grote verschillen in ons land. Want op veel plaatsen scheen de zon uitbundig. Maar dat was niet overal het geval. Want er kwamen ook plaatsen voor waar nevel en mist hardnekkig waren. En waar het een heel groot deel van de dag onder nul is gebleven. In de middag liep het kwik wel op. En verdween op veel plaatsen de mist. Maar de wolken hielden het heel lang vol in het zuidoosten van het land. Daar zitten op dit moment ook nog wat wolkenvelden. En die kunnen we vanavond en vannacht ook nog wel verwachten. Het lost nog wat op. En dan is het morgen rustig weer. En daarna gaat er langzaam. Wel wat veranderen want van het westen uit komt een storing dichterbij. En morgenavond ligt die eigenlijk zo'n beetje over de Noordzee. Dan is het bij ons nog net droog, maar geleidelijk aan trekt dat systeem verder naar het oosten. En dat betekent dat het ook bij ons nat gaat worden. Er komt neerslag aan, vooral op de vrijdag zal die neerslag ons land gaan aandoen. Komt er nog een ander laagdrukgebiedje achteraan? Dat betekent dat het gewoon ronduit wisselvallig gaat worden. Maar zover is het nog niet. Eerst nog een rustige avond met opklaringen, temperaturen die snel gaan dalen vanaf. Vriest het op veel plaatsen, 1 of 2 graden? De kans op nevel en mist is niet zo groot, en dat komt omdat de wind toeneemt. Langs de kust komt zelfs een vrij krachtige wind te staan, een windkracht 5. En in het binnenland is de wind overwegend matig. Morgen ook een zwakker tot matige wind in het binnenland en bij zee een vrij krachtige wind. Een groot deel van de dag is het zonnig. In de loop van de middag van het westen uit toenemende bewolking. En dat regensymbool dat geldt pas op z'n vroegst voor in de loop van de avond, en dan eigenlijk dus alleen langs de westkust. Temperaturen van een graad of 8. Nou, die temperatuur verandert uh, op zich niet zo heel erg extreem. Vrijdag is het 7 graden, dan is het een groot deel van de dag grijs en regenachtig. Zaterdag gaat het op 5 maximaal. Dan met regelmatig buien, waarbij hagel kan voorkomen, waar natte sneeuw mogelijk is, misschien ook onweer. En zondag is het dan weer een groot deel van de dag droog. Laat op de dag neemt dan de bewolking wel weer toe en volgt ook opnieuw regen. Wisselvallig weer. Dus de temperaturen hebben een beetje een vergelijkbaar verloop. Het is even wat rustiger in de nacht na zondag. Dat betekent dat die nacht kouder kan verlopen. Verder is het over het algemeen boven nul. Ook overdag met maximum temperaturen van 6 tot 8 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl